De politie in Elst is op zoek naar getuigen van een woninginbraak in datzelfde dorp. Deze zou afgelopen zondag in de vroege ochtend zijn gepleegd tussen 6 en 7 uur in de Jonathan. De politie zoekt mensen die iets verdachts hebben gezien of wellicht beeldmateriaal bezitten waarop iets te zien is. Zij kunnen zich melden via 0900 8844 of anoniem via 0800 7000. Een man uit Beuningen is vrijdag door de rechter in Arnhem veroordeeld voor het plegen van ontucht met een 13-jarig meisje. De man, toen 20, en het meisje kwamen in de zomer van 2021 met elkaar in contact via een datingsite. Een week later spraken ze af in Arnhem. De twee gingen naar een park waar in de bosjes seksuele handelingen plaatsvonden. Wegens verzachte omstandigheden krijgt de man slechts een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden. Het was feest bij NEC. Niet alleen vanwege de winst op Heracles, ook omdat de blinde tribune jubileerde. Al 10 jaar lang worden blinde en slechtziende supporters van de club voorzien van speciaal commentaar. Commentator van het eerste uur, Hans de Beum, weet hoe belangrijk dit is voor die mensen. Ja, ik ben een bescheiden jongen, maar ik denk best wel belangrijk. Want wat wij zien, vertellen wij en proberen we zo goed mogelijk beeldend uit te leggen. Zodat zij de beleving hebben zoals eigenlijk een voetballiefhebber behoort te hebben. Ja. 10 jaar geleden startte NEC met de blinde tribune. Dit naar een idee van een vaste bezoeker. Ik weet dat Bart, een van de vaste bezoekers, die kwam bij mij met... Hans, dat is een collega van mij, was dat toen. Ze willen een blinde tribune starten. Dus toen zijn we samen naar de pilot geweest. Dat was een Belgische organisatie die dat deed. Dat was NEC Roda JC. Dat was 4-3. Mooie wedstrijd, mooie promotie. En toen zijn we uiteindelijk 2 februari 2014 begonnen. NEC Go Ahead Eagles 1-1. 1-0 Higden, 1-1 Tuluc. En zo is het begonnen. RN7 verzorgt al jaren het radioverslag bij wedstrijden van NEC. Toch kun je dit verslag niet vergelijken met het radioverslag. Nou ja, dit is, het komt natuurlijk zeker wel overeen, maar dit is meer gedetailleerd. Je let wat meer op haardracht, op positie. Als het spannend is, kijk je vaak op je klokje. Nou, dan nemen we die tijdsaanduiding ook mee. Een uitvak, sfeeracties. Dus je neemt er net iets meer gedetailleerd, neem je het wel mee. Ja.